Nou, de seniorenmarkt weer druk bezocht vandaag. Kun je iets vertellen over het ontstaan van deze markt? Nou, we hadden altijd voor mensen die 65 jaar werden, altijd in de raadzaal hadden we een bijeenkomst. En ja, er werden mensen die gefeliciteerd met het feit dat ze 65 werden. Deze markt was eigenlijk een randgebeuren daarin, waarin verschillende organisaties zich konden laten zien. Maar ja, het is tot dit gegroeid. Want cultuur moet versterkt worden voor ouderen, begrijp ik. Cultuur moet zeker versterkt worden. Ik ben net bijvoorbeeld eventjes in het cultuurhuis geweest. Daarin is bijvoorbeeld dansen voor mensen die eigenlijk niet meer gewend zijn om te dansen, dat ook fysiek niet meer kunnen. Ik zag er net een workshop over. En het aardige is dat men niet alleen maar meedoet aan die activiteit, maar daarna een kop koffie drinkt met elkaar, elkaar ook op andere manieren gaat ontmoeten. Dus ja, daarin is het ook een hele belangrijke. Want eenzaamheid onder ouderen, daar denk ik dan meteen aan. Is dat groot? Is dat in kaart gebracht door de gemeente? Nou ja, het probleem, je zegt het al, eenzaamheid onder ouderen betekent dus dat die mensen heel slecht te vinden zijn. Het is een belangrijk item. Daar wordt ook heel erg hard aan gewerkt. We zijn er ook mee bezig om dat ook in kaart te krijgen en daar ook op die manier mooie plannen voor uit te werken. Mijn collega Krijn Rijk is daar heel druk mee bezig. Belangrijk item. En als je naar ouderen van nu kijkt, dan zien ze er bijna allemaal nog wel vrij jeugdig uit. Als ik keek naar mijn opa en oma, die 65 jaar, die waren toch echt wel dat je zegt, dat is oud. Ja, en de 65-plussers van nu, ja, dat zijn actieve mensen. Die doen allerlei dingen en die zijn bezig met van alles. Het leven is natuurlijk wat dat betreft ook een stuk makkelijker geworden. In die zin dat we veel betere medicatie hebben. We zijn veel meer bezig met bewegen en dat soort zaken. De kwaliteit van leven is natuurlijk verbeterd. Nou, ik ben begin 60er, dus heel actief nog. En ik doe vrijwilligerswerk in Heliomare. En dan geef ik sportles aan mensen die een beroerte hebben gehad en hartpatiënten. Dus ik ben zo vrij geweest om folders mee te nemen dat ik dacht van, stel dat ik iemand tegenkom die een beroerte heeft gehad of een infarct, dat ik een folder mee kan geven. Wat kun je betekenen voor mensen? Mensen die ten eerste, het sociale contact bij ons staat heel hoog aan het vaandel. Want het is natuurlijk heel fijn om met lotgenoten samen te sporten. Evenwicht, balans, concentratie. Wij doen een hele grote bijdrage voor die mensen. En ze leren ermee om te gaan en zich wat veiliger te voelen. En wat is het grote verschil wat je voelt voor Tai Chi en daarna? Dat je meer ontspannen bent. Dat je inderdaad leert om in je eigen lijf te kijken en te voelen wat daar gebeurt. Dan heb ik het niet over je maag, maar ik heb het over allerlei spanningen die er zitten. En als je dat dus los kunt laten, dan word je daar ook een stuk rustiger van. En gelukkiger. En gelukkiger, natuurlijk. Je bent betrokken bij een nieuw project, Lang Leven de Ezels. Kun je in het kort vertellen wat Lang Leven de Ezels inhoudt? Het ultieme doel is eigenlijk dat cultuur voor senioren in Heemskerk, dat het een prominentere plek krijgt. Dat iedereen ook weet wat er te doen is. En wat wij gaan doen is onder andere een groot netwerk opzetten van iedereen die betrokken is bij het aanbod voor senioren. Zodat we wat beter het aanbod op elkaar af kunnen stemmen. En ook samen initiatieven kunnen ontplooien. Daarnaast willen we een seniorenredactieraad opzetten. En dat zijn een aantal mensen waarvan we hopen dat zij verslag willen gaan doen in Heemskerk van alles wat er aan moois binnen de gemeente te doen is. En ten derde hebben we dan wat aanbod nog binnen het cultuurhuis wat wij graag wilden gaan opzetten voor senioren. En met name dansend goud of dansend oud. En dat willen we ook nu gaan opstarten hier.